Goedendag, welkom bij De Frisse Blik. Vandaag gaan we mensen interviewen over, in het Zuiderzeemuseum over de watersnoodramp van 1916. Komt u maar met me mee. Ik had eigenlijk een vraag voor u. Heeft u een noodpakket mee voor de overstroming? Als er nog een overstroming komt in Nederland. Nou, het moet iedereen zelf bedenken dat je gewoon blikken in huis kan hebben, altijd. Nee, ik heb geen noodpakket. Nee, dat heb ik niet. Nee. Nee, maar ik zag net dat ergens hier in het huisje konden we het vinden, dat je wat erin moet. Dus ik ga het wel misschien wel doen. En als u er eentje gekocht heeft, waar zou u hem dan bewaren? Ik denk ergens boven op zolder, want die lekker hoog is als het eronder gaat lopen, dat ik dan net mijn pakketje heb. En zou u er een willen aanschaffen? Ik denk het wel. En als u dan een noodpakket hebt, waar zou u die dan bewaren? Op de hoogste verdieping, denk ik. Daar blijft het langst droog. Want echte noodpakketten, die waren er vroeger. Toen ik jong was, hadden ze heel veel noodpakketten. Die hebben we nooit gegeten, allemaal weggegooid. Het was allemaal verouderd. Dus je kan beter zorgen dat je altijd een noodpakket hebt wat je gebruikt en dan weer aanvult. Dus blikvlees of blikgroenten of potten of zo, weet je wel? Ja. Want een diepvries heb je niks aan. Nee. Een diepvries valt de stroom uit en is alles weg. En dat is het grootste probleem. Goedendag, wij gaan vandaag in het Zuiderzeemuseum deze man interviewen. We gaan hem even benaderen en vragen wat hij allemaal weet over de watersnoodramp. Let's go. Goedendag. Hoi. Wij gaan u een paar vragen stellen over de watersnoodramp. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik wel grappig. Oké. Okay. Weet u wanneer de watersnoodramp was? Nee. Wat? Heeft u thuis een noodbox?